Hallo beste kijkers bij de 20e aflevering van de bootvlog. Vorige aflevering ben ik al bezig geweest met het schuren en krabben van de rand rondom de boot. En heeft Hielke een laklaag aangebracht. In deze aflevering heb ik het beeld van 2 dagen opgenomen. En we beginnen met het beeld van Hielke die bezig is met nog een laklaag. En dat zal ook de laatste, of zou de laatste moeten zijn. En ik ben bezig met oliën van de rand. En dan de volgende dag ga ik aan de slag met het schilderen van het wit in de kuip. En gaat Siebren aan de slag met het schilderen van het geel van de kajuit. Dit is weer het einde van een dag aan de boot werken. En we hebben echt wel veel gedaan. Alleen, ik deel heel vaak de leuke dingen en nu moet ik ook een keer iets niet leuks delen. Ik zal het even laten. Want we hebben net die gele verf gedaan. En zoals je ziet, nou ja, hier zie je het. Hier zie je ook het randje. Hier zie je ook nog het randje. Die randjes zijn gewoon echt heel erg lelijk geworden. En het is gewoon echt super balen, want dat gele zou het laatste zijn. Dus als dat gewoon mooi strak was, dan waren we daar klaar. Alleen nu is het over het lakwerk heen gegaan. Dus even kijken hoe we dit gaan oplossen. Want ik denk dat we dit even weer moeten bijschuren of bij... Ik heb geen idee, maar het is in ieder geval echt wel heel erg zonde. En het komt omdat we een ander soort tape hebben gebruikt. Want hier zie je bijvoorbeeld wat ik ook gedaan heb met wit. Dat randje, dat is echt gewoon hartstikke netjes geworden. Dus dat is gewoon goed. Maar ja, hier is het gewoon echt. Hier ook. Dit is gewoon bijna de hele breedte van de tape is er gewoon verf onder gekropen. Dus dat is gewoon echt, echt, echt jammer. En dat moeten we even opnieuw doen of zo. Dus, nou, maar even een oplossing bedenken. En dan gaan we daar morgen mee aan de slag. Tot de volgende keer.